van het net zo meteen de Italiaanse ploeg. Dus de Olympische kampioenen tegen de titelverdedigers en de Europese kampioenen. En trouwens ook drievoudig wereldkampioen, de laatste drie edities Italië. De starting line-up van de Joegoslaven kon u bekijken. Zo meteen krijgen we die van Italië ook wel. Maar je kan ze al zien met Faye Bovolenta, Samuele Papi, Vermiglio, Sartoretti en Bernardi. De droomfinale misschien wel, maar de manier waarop ze tot stand kwam, dat hadden we ons wel even anders voorgesteld. We krijgen niet altijd het beste volleybal te zien. En dan ja, die discutabele, eigenaardige dingen die allemaal gebeurden in die halve finales van gisteren. Het is een beetje merkwaardig, maar we kunnen alleen maar hopen dat we vandaag een hartelijke of heerlijke wedstrijd krijgen. Hartelijk, dat is om u welkom te heten vanwege Jan Postuma en Erik van Horik. Jan, toch nog even, want we hebben nog heel even de tijd terugkomen op die fase in die derde set van gisteren tussen Rusland en Joegoslavië. Marco van Klink heeft daar een berichtje over gestuurd. Beste Jan Postuma, met genoegen heb ik naar jouw commentaren bij het EK Heren geluisterd. De rust zelf en in mijn herinnering altijd zeer correct optredend. Mooie compliment, Jan. De ene na laatste beslissing van de scheidsrechter bij de wedstrijd Rusland. Bij de wedstrijd Rusland-Joegoslavië gestolen bal was, voor zover wij het op de tv hebben kunnen zien, volkomen correct. Die bal had de Russische speler moeten blokkeren in plaats van slaan. Een bal boven het veld van de tegenpartij mag namelijk in zo'n situatie niet worden geslagen. In feite heeft de speler zijn eigen glazen ingegooid, veel te gretig en dus in de fout. Je moet in zo'n situatie als scheidsrechter veel moed hebben om die fout te fluiten. Alleen kenners begrijpen het, voor de minder deskundigen lijkt het een merkwaardige beslissing. En we onderbreken even voor de minuut stilte. Zo, de minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers in de Verenigde Staten. En dan kunnen we stilaan aan die finale gaan beginnen. Dus nog eens herhalen wat Marco van Klink zegt. Je moet in zo'n situatie als scheidsrechter veel moed hebben om die fout te fluiten. Alleen kenners begrijpen het. Voor de minder deskundigen lijkt dit een merkwaardige beslissing van de scheidsrechter. Dat is dan weer een minder compliment, ja. Als scheidsrechter weet je bijna zeker dat je als het ware een stortvloed van de deskundigen over je heen krijgt ten onrechte. Deze toelichting wil ik je hierbij aanreiken. Groeten Peter D. van Tijn, terwijl het bericht van Marco van Klink is, of misschien van beide. Ja, ik weet niet of... De vraag is voor jou, Jan, maar ook uit de herhaling dacht je dat die bal eigenlijk aan het net was geslagen en niet erover. Ja, dat is, zo'n beslissing voor een scheidsrechter. Discutabele bal. In principe heb ik altijd zoiets gehad van als je hem kan slaan, dan is hij goed. Dan ligt hij aan je eigen kant. Blokkeren doe je toch vaak op de helft van de tegenpartij en dan is hij dus fout. Dan onderbreek je dus een aanval van de tegenpartij. En in deze situatie had ik echt het idee dat de Russen benadeeld zijn. Maar dat is mijn interpretatie. De scheidsrechter die zat er 2 meter vanaf. Wij zitten hier helemaal in Parijs, dus. Ja. Italië tegen Joegoslavië dus. En het zal ons niet verwonderen als we de Italianen vandaag plots in een heel andere gedaante te zien krijgen. Want ze lieten het wat afweten, die laatste wedstrijden. Ook even zeggen in het begin van deze finale, die we trouwens live uitzenden en bij u thuis brengen, dat u met ons kan blijven praten interactief via de website www.eurosport.com. Aan de linkerkant van de pagina halfweg vindt u de rubriek Interactivity. Daaronder drukt u Club Eurosport aan. In de nieuwe pagina, het 5e rubriekje, gaat over volleybal. En daar onderaan aandrukken Send Your Message Now. En dan kan je intikken, commentaren, vragen, kritieken, complimenten, verduidelijkingen, wat dan ook. De verzendknop. En dan komt het hier bij ons op het scherm terecht. En dan kunnen we het er even over hebben. We hebben trouwens nog wel een
één of twee dingetjes binnen waar we straks dan naartoe gaan. Dus www.eurosport.com, linkerkant Interactivity, daaronder naar Club Eurosport gaan. Op de volgende pagina, vijfde rubriek volleybal, send your message here. Dus u kan aan de slag. Ook van het begin van de wedstrijd gebruik maken om eens de andere uitslagen van vandaag te bekijken. Want er waren nog kleine finales. Om de zevende en de achtste plaats verliest Nederland nog maar een keer met 3-1 van Frankrijk. En ook daar is er een vraag over van B.J. Kieften voor jou, Jan. Nederland is slechts achtste geworden in het toernooi. Ik heb begrepen dat de aanstelling van coach Bert Goedkoop bij internationals problemen heeft opgeleverd. Ik weet niet of dat volgens jou klopt. Hebben deze problemen invloed op de huidige sterkte van Nederland? Met andere woorden, kan Nederland een nog sterker team opstellen? Ik mis bijvoorbeeld Bas van der Goor, al dus B.J. Kieften. Ja, ik heb gisteren toevallig een interview met Richard Schuil gelezen. En daarin werd juist aangehaald dat ze blij zijn met de aanstelling van Bert Goedkoop. Dus in die zin, ja, dat zou ik niet weten. Hoe de internationals er zelf over denken. Dit zijn de woorden van Richard Schuil. Bas van der Goor weet ik dat hij een jaar rust heeft genomen. Het is toch altijd pittig om de Italiaanse competitie, dus je werkgever, het naar de zin te maken en dan in de zomer het nationaal team nog eens een keer daar nog eens een keer in voor te spelen. En als je dat een x aantal jaren achter elkaar doet, dan heb je dus geen rust, misschien eens een keer een weekend. Dus hij heeft er echt voor gekozen van nou, ik ga tot zover en dan neem ik een jaar rust. En of hij ooit weer terugkomt, ja, dat weet ik niet. Bas van der Goor is een goede speler. Dus die missen ze wel in het geheel. Ondertussen zagen we een mooie actie van Andrea Sartoretti, die elke wedstrijd lijkt te groeien, steeds moeilijker af te stoppen valt. Maar ze blijven voorlopig aan elkaar gewaagd. Nikola Gorbic. Twee keer. Aanval van Povolenta was trouwens niet echt overtuigend. Blokiramo ga paralelu da bi ga podigli u polju. Samo malo, možeš ti da ga podigne. Samo malo očekuj da će baš... We luisteren naar Zoran Gajic, Jugoslavische coach. Hopelijk horen we Andrea Anastasi ook even zo meteen. Camera en microfoon blijven voorlopig aan Joegoslavische zijde. Dan toch ik even jouw commentaar, Jan, op die nieuwe nederlaag van Nederland. Dat is dan de vierde op het toernooi. Ja. Wat moet je daarvan zeggen? Gisteren hebben we het er ook al even over gehad. Er zijn heel veel ploegen die komen hier voor de eerste plaats. En ja, zodra dat niet meer in beeld is, dan zakt de motivatie een heel stuk. En ja, eigenlijk is dat heel jammer natuurlijk, want dan zak je ook gewoon een heel eind. De achtste plaats komt nu in de boeken. En dat is toch iets wat niemand had gedacht eigenlijk. Maar daar moet je het wel mee doen. Opnieuw Sartoretti, deze keer wel afgeblokt. Een eerste mini-kloofje voor de Joegoslaven. De eerste keer dat er twee punten verschil op het bord staan. De wedstrijd om de vijfde plaats werd gewonnen door Polen tegen Bulgarije. Na een moeizame wedstrijd met 3-2. Was weer bijzonder weinig volk vanochtend in de zaal voor de wedstrijd tussen Frankrijk en Nederland. Zeggen en schrijven niet eens 300 mensen. Polen, Bulgarije, u weet, Ostrava vlakbij de Poolse grens. Toch nog 800 mensen komen opdagen. En daarnet dan hebben de Tsjechen zichzelf alweer bijna overtroffen. Maar net niet voor hen, helaas. In de vijfde en beslissende set met 15-12 verloren van Rusland. Dus geen medaille, jammer genoeg, voor eigen publiek.
zaten toen wel een kleine 5000 mensen in de zaal. En blijkbaar zijn die nu toch voor de finale teruggekomen. We hielden ons hard vast, want na die wedstrijd om de bronzen medaille werd de zaal helemaal ontruimd. Er zat niemand meer. En nu blijkbaar toch, moeilijk in te schatten, een 5.000-6.000 mensen denk ik voor deze finale. Actie van Andrea Geric, nu ook aan de serve. Opnieuw Sartoretti die vernietigend uithaalt. Knap teruggehaald door de Italianen. En dat is wat meeval voor de Russen, want die paas zat niet echt ideaal. Ivan Milkovic, ploeggenoot van Wout Wijsmans in Italië. En nu een eerste driepuntenkloof. Eerste keer dat hij wordt afgeblokt, Andrea Sartoretti. En Anastasi gaat ingrijpen nu. Of in elk geval heeft hij toch een en ander te vertellen. Ja, één opmerking terzijde is dat de jongen die daar aan de zijlijn staat met die microfoon die helemaal op zo'n standaard is, dus waar je heel ver mee kan reiken, dat hij blijkbaar niet precies weet wat hij daarmee kan doen. Maar had je misschien toch een en ander opgevangen, Jan? Ja, ik begreep dat de serve heel belangrijk was inderdaad en dat ze toch daar een beetje geforceerde serve eigenlijk moesten proberen te doen. Maar ook weer niet al te veel risico, dus ze moesten, je moet druk zetten met de serve. En als de serve iets te gemakkelijk is, ja, dan zie je bij de Joegoslaven dat ze kunnen uitzoeken. Dan hebben ze een mooie paas, de spelverdeler die legt hem neer waar hij ze wil hebben. En dan, dan zijn de Italianen kwetsbaar. Dus als je met de serve iets meer druk kan zetten, dan heb je zelf iets meer mogelijkheden om ze af te blokken. Of af te remmen met het blok. Ja, knappe rally en de Joegoslaven halen het weer. Met Nikola Gorbic die mooi afblokte. Hier zijn drie blokjes achter elkaar, driemansblokken achter elkaar. Ik bedoel, ja, dat zegt op zichzelf wel eens zoiets, dat de Italianen gewoon het heel moeilijk hebben om het blok een beetje te spreiden. Eenmansblok, dat is hartstikke goed. Dus in die zin kan ik me voorstellen dat Anastasi zegt van nou iets meer druk zetten met die surf. Dan hebben we iets meer te vertellen. Het wordt moeilijker en moeilijker voor de Italianen. De kloof wordt steeds verder uitgediept door Joegoslavië. 5 punten is nu het verschil. 16-11. En als ze nog iets willen redden, zal het snel moeten gebeuren. Misschien het ogenblik om nog eens opnieuw naar een vraagje te gaan van een van onze kijkers.
Nu, er zijn wellicht mensen, nu het de finale is, die nu pas beginnen kijken, omdat dit dan toch de wedstrijd van het toernooi is. We gaan geen vragen behandelen die we deze week al een keer of drie hebben besproken. Maar als het één keer aan bod is gekomen, dan kan het wel. Zoals Sjoerd van Duin, die wil weten, worden er in het internationale volleybal dan nog veel combinaties gespeeld? Of is het eigenlijk alleen maar de buitens, stijgmidden en 3 meters? Op lager niveau zie je vaker staffels en kruis lopen. En de groeten aan alle punchleden. Ja, dat doen we er graag nog bij, Sjoerd. Ja, we hebben het er al eens eerder over gehad, hè, over die vraag. De staffels en de kruisjes, ja, dat is inderdaad van het lage niveau. Als je dat hier gaat spelen, dan zit je in de tank. Dan maak je het veld heel klein en dan schuift de blok gewoon mee en dan wordt het alleen maar gemakkelijker eigenlijk. De nadruk ligt met name op snelheid op de buitenkant. Ze hebben nu ook een nieuwe spelverdeler ingebracht, Meoni, de Italianen. En misschien dat die daar een beetje verandering in kan aanbrengen. Dus het is met name toch de snelheid en de zuiverheid op de buitenkant. En op de midden natuurlijk. Zodat je het blok aan de overkant bezighoudt. Heel wat spandoeken in de zaal, ook van Modena. En dat zijn dan de supporters van de Italiaanse ploeg. Met name die van Vigor Bovolenta. Grootste deel van de Joegoslaven ook in de Italiaanse competitie aan het werk, maar geen enkele speler bij Modena. Deze Slobodan Boskan. De Trentino. Alessandro Fei was dat. Geen schijn van de kans voor Boskan. Sartoretti. Altijd uitkijken voor die zijn opslag. En dat zie je meteen. Goeie surf. Toch weer 5 puntjes nu. Terwijl we hier ondertussen bestookt worden met vragen. Het gebeurt ook wel dat er mensen zijn die natuurlijk weinig kaas gegeten hebben van internet. Maar die dan toevallig een mobiel telefoonnummer hebben van een van beide commentatoren. Zoals een zekere O. van der Meulen uit Nederland. Die stuurt dan een sms-berichtje. Is nogthans simpel hoor, via het internet. Leg het nog eens uit. www.eurosport.com. Linkerkant van de pagina. Onder de rubriek Interactivity Club Eurosport aantikken. De volgende pagina, de 5e rubriek, gaat over volleybal. En daar tik je dan aan Send Your Message Now. En dan is het allemaal makkelijk intikken en verzenden. Dan komt het bij ons terecht. Bojan Medic zegt hij, I'm new here in this site. Ik ben een Joegoslavische fan uit Servië. En wat denk jij, Jan? Wie denk jij dat de finale zal gaan winnen? Ja, voorspellingen, weer voorspellingen. Tot nu toe zijn ze allemaal uitgekomen, maar ik vind het... Ja, hier wordt een zware strijd geleverd. En wat wij gisteren gezien hebben bij de Russen, die zijn gaan slapen en die komen net iets te laat, zeg maar, op het eind van de wedstrijd weer terug in hun spel, in hun ritme.
Ja, dat is net weer te laat om er een wedstrijd van te maken. Ik hoop dat het hier gewoon zo blijft zoals het nu is. Ja, het is wel even een kloof van 4 punten op dit moment. En, maar je ziet dat ze allebei toch in de wedstrijd zitten. En je moet proberen die zwakke momenten, dus even iets minder een paas, iets minder een setup, om dat zoveel mogelijk te vermijden natuurlijk. En wanneer komt dat? Als dat op een slecht moment is bij de 20 in de buurt, ja, dan het is heel risky natuurlijk. Zit je bij de 5 punten, dan kan het nog best. Правим вам руку в боку, до антенны иде крайне, в среднем он цепаку станет. А вот, я в этом не знаю, это что не видно. Но мы попробуем, но упадем. Una la sensazione è che lui stia tirando tutto braccio adesso, l'importante è non perderlo. Dai, un altro break ora. Ja, komt niet weinig van op te pikken. Ja. Je ziet ze toch wel, hè, de spelverdelen zie je met de coach praten, zo van meer over het tactisch aspect denk ik, van proberen de middenaanval te gebruiken, denk ik. Een van de weinige surffouten van Alessandro Fee op dit toernooi, maar op niet zo'n best moment. Alweer Sartoretti speelt een belangrijke rol, maar de vraag is of hij daar op zijn eentje gaat kunnen redden voor Italië om deze eerste set toch nog in extremis binnen te halen. Ja, dat soort spelers die zijn... gaat door. Konden hem nog opvissen, maar dan gaat het toch fout. En 18-20, ja, na de 5-puntenkloof staan de Italianen terug tot op 2 puntjes. Sartoretti is toch een speler voor de rotzooiballen, zeg maar. De moeilijke ballen, dus de slechte passes, alles gaat naar hem toe dan. Ja, en zo'n man, die kan inderdaad van een hopeloze situatie toch nog iets maken. En dat is, dat soort figuren zijn ontzettend belangrijk natuurlijk. Dat je in een zwak moment in de wedstrijd dat soort spelers even kan aanspelen. Andrea Geric even iets te enthousiast. Daarnet trouwens bij dat vorige punt dat dan wel naar de Italianen ging. Mooie reactie met de voet. Ja. Zagen we zelden deze week. En Marco Mioni verder aan de serve. 19-20 nu. Dat is ongelukkig voor Mike, of liever Mirko Corsano. Geboren in Letland met een Letse voornaam Mirko en een Italiaanse familienaam Corsano. En we gaan hier nog een spannende einde krijgen van die eerste set. Dus we wachten even met jullie verdere vraagjes tot bij het begin van de tweede set. Samuele Papi. Dat zag er daar straks niet zo naar uit bij, hoeveel was het, 16-11? Ja, 5 punten kloof. 13 nog, dacht ik ook. Ja, willen die service druk hoog houden en dan komen er automatisch foutjes. Ivan Milkovic. Tijd is het er nooit 22 geworden. Mooi blok, alweer dat driemansblok. Ja. En Joegoslavië nu dichtst bij een setpunt. Bernardi tikt hem net over die achterlijn. En al dat mooie werk om Italië terug te brengen is nu misschien voor niets geweest. Ietsje te enthousiast Bernardi. Met een ace maken ze het af. 25-21. Het is natuurlijk mooi als je het zo kan uitmaken. En het moet een beetje frustrerend zijn natuurlijk. We gaan er heel even uit en we komen zo meteen bij u terug voor set 2.
beginnen zo meteen aan de tweede set in de finale van het 22e Europees volleybalkampioenschap voor heren. Het gebeurt allemaal in de Vítkovice Hall in Ostrava in de Tsjechische Republiek. En Italië verloor de eerste set na bijna een half uur van de Joegoslaven. Aangezien er blijkbaar veel mensen kijken vandaag en veel mensen met ons willen praten, gaan we nu bij de start van set 2 er toch nog even maar wat vraagjes doordraaien. Hier is William Nijenhuis terug. Hebben jullie nog nagedacht over mijn vraag? We zochten nog een goede voetballer met lengte. Sorry Erik, bij VVV Harderwijk. Dus ja, de mensen die daar in de buurt wonen, mensen die zich geroepen voelen, contacteer VVV Harderwijk en bied jezelf aan. Als je voldoende lengte hebt tenminste. En nu even ernstig, vind jij Jan dat het Nederlandse volleybal perspectief biedt voor de toekomst? Moet het spelletje nog meer veranderd worden volgens jou? Nou, het spelletje hoeft er mij niet meer veranderd te worden. Maar ik heb, ja, misschien om dan even door te gaan op het Nederlands team inderdaad. He, dat is, ze zetten dan nu een achtste plaats in de boeken. Nou, dat is beneden verwachting. Maar misschien dat ze op de lange termijn gewoon hebben gezegd van nou, we zien wat we deze EK waard zijn. En dan werken we door naar de komende WK of verder nog Olympische Spelen. En op die manier kun je natuurlijk ook een ploeg samenstellen. Wij zijn ooit begonnen met het zogenaamde bankrasmodel, dat is het dan niet meer. Op zichzelf, ik denk wel dat er spelers genoeg zijn in Nederland. Alleen ja, de manier waarop het tot uiting komt is niet altijd even positief. Dus je kan niet alle spelers benutten, zeg maar. En sommige teams proberen toch hun spelers, hun goede spelers te behouden natuurlijk. En dat is heel lastig, want als ze een beetje goed spelen, dan worden ze ook alweer voor het buitenland gevraagd. Dus ja, het blijft lastig. Geld heeft er natuurlijk ook heel veel mee te maken. Al dat soort dingen zijn verweven in het presteren van een Nederlands team natuurlijk. Maar ik denk niet, ik zie dat niet negatief in of zo. Het is nog steeds mogelijk, absoluut. Joegoslaven beginnen inmiddels weer prima aan de tweede set. 3-0 voorsprong nu inmiddels. Sartoretti. En dan kan het alles anders lopen. Italianen hebben een eerste puntje vast in set 2. Gebeurt het nu ook wel eens, Jan? Het is misschien een rare vraag, maar dat zo'n man als Sartoretti, waarvan je altijd weet is linkshandig, hij haalt met de linker uit, dat hij de tegenstander verrast door ook eens met rechts te slaan, of gebeurt dat eigenlijk nooit? Nou, dan zou het eerder een noodbal zijn. Ik bedoel, voordat ik het met links sla, dan moet er ook heel wat gebeuren. Ja. En dat heeft totaal geen effect, want dat is natuurlijk wel verrassend, maar daar train je absoluut niet op. Al zijn er wel spelers geweest, in ieder geval, die zowel links als rechts konden slaan. Maar dan is het voor de spelverdeler, het aanspelen, moet ik jou voor de rechter of linkerhand aanspelen. Dat zijn allemaal kleine details natuurlijk, die zijn dan heel bepalend. Maar als Sartoretti dat zou doen, dan is het meer toeval. Italianen die alweer op achtervolg aangewezen zijn. En wat kregen ze mee, willen we graag van Jan Postima weten van hun coach Andrea Anastasi. Ja, letterlijk vertaald is het dat ze zonder ballen spelen. Dat werd er gezegd. Dus het is, ze moeten gewoon inderdaad meer lef hebben. Gewoon op deze manier. Weet je,
Die Joegoslaven die spelen gewoon een hele constante wedstrijd. Ze hebben, je hebt altijd wat ups en downs in de wedstrijd. En die downs bij de Joegoslaven die zijn heel zelden, heel zeldzaam. En ja, dat is hun kracht. Ze gaan als een trein gaan ze over een tegenstander heen. Spelen de Italianen iets te voorspelbaar? Want je ziet dat drie-mansblok er net alweer, dat het altijd toch maar op de goede plaats staat. Ja, de paas komt niet. En de spelverdeler heeft het gewoon moeilijk om zijn spelletje te spelen zoals je het dan graag zou willen spelen. En als de paas niet goed genoeg is, dan blijft het inderdaad. Dan wordt deze man, Sartoretti, die wordt ontzettend veel aangesproken met noodballen. Ja, en dat is ontzettend moeilijk. Ik bedoel, Bernardi is er nu uitgehaald. Krijgt misschien even rust. En dat zijn toch wel spelers waar je van op aan kunt. En ja, die heeft het dan even moeilijk. Maar net zoals gisteren bij de wedstrijd van de Russen. Je kan elk moment van de wedstrijd weer terugkomen. Alleen moet je niet te lang wachten. Wat de Joegoslaven nu doen bij de service is dat verstandig. Ze staan 5 punten los en dan moet je dan rustig gaan serveren. Of zoals zij nu doen, blijven risico's nemen met fouten te maken in de serve. Nee, je moet ze onder druk blijven zetten inderdaad. Je gaat niet spelen met een tegenstander of in zo'n wedstrijd. Je moet ze gewoon continu, wat ik ook zeg, continu druk houden. Die trein die moet doorgaan. En dat is hun kracht. En als je daar vanaf wijkt, dan wijk je van je eigen kracht af. En dat is natuurlijk niet goed. Thomas Janssen wenst ons het beste toe. Wij jou ook, Thomas. Ik vind dat jullie het Europees kampioenschap volleybal heel goed presenteren. En het is leuk dat er weer eens volleybal op televisie is. Dankjewel, Thomas, nogmaals. Hij zegt verder, ik volleybal bij Volvera uit Arnhem-Zuid, bij Jongens A. Kunnen jullie vragen of er, en we vragen dat graag, of er misschien nog mensen in of rond Arnhem zijn die bij ons team Jongens, leeftijd 16 tot en met 18 willen spelen, zodat we de spelersgroep wat kunnen vergroten. We hebben namelijk maar 7 spelers. Dus een oproep van Thomas Janssen van Volvera uit Arnhem-Zuid. Of er jongens zijn tussen 16 en 18 die de kleine kern willen komen versterken. Dus contact nemen met Volvera. Er zit blijkbaar nog een vriend bij hem in de buurt, ofwel is het heel toevallig. Jacob Janssen, die speelt bij jongens B dan van Volvera. En die zou graag willen dat er nog meer volleybal op televisie wordt uitgezonden. Bijvoorbeeld de competitie uit Italië met Modena en Treviso. Ja, Jacob, wij willen zelf niet liever. Voorlopig denk ik dat het er niet echt in zit, maar wie weet. Als jullie zo talrijk blijven reageren en als er nog wat meer mensen gaan kijken, als er echt belangstelling is, er een beetje kijkcijfers komen, dan hebben we ook een sterkere positie om zelf te gaan vragen om meer volleybal uit te zenden. Maar we zijn al blij dat een groot deel van dit Europese kampioenschap, dat we dat tot bij jullie hebben kunnen brengen. En we hopen in de toekomst natuurlijk op meer. En tenslotte, Jacob Janssen, wil je nog weten, Jan Postuma, of jij nog bij een club volleybalt? Ik volleybal nog bij een club. Dat zijn de schuinenklappers uit Sneek. Kampioen gespeeld? Wij zijn... Ik zit er nu... dit is mijn vierde jaar. We zijn 1 keer gepromoveerd en 1 keer gedegradeerd. Dus we hebben alles weer meegemaakt. Emoties die weer hoe langer hoe hoger oplaaien bij Anastasi. En Jan Postuma blijft stil, dus hij zal wel niets speciaals te vertellen hebben gehad. Ja. Terug naar de basis. Het is volleybal, zegt hij. We staan niet volleybal te spelen. We moeten gewoon proberen weer volleybal te spelen. Dus terug naar de basis, terug naar
alles wat je geleerd hebt, hoe je het geleerd hebt. Niet je kop bij verkeerde dingen, maar gewoon bij volleybal. Zegt hij tegen de ploeg die titelverdediger is en drie keer na elkaar wereldkampioen met een groot deel van dezelfde jongens binnen de lijnen. Maar ze bakken er niet echt veel van in deze tweede set. 7 punten is de achterstand. Bij 5-2 mag Nikola Gurbic gaan serveren. En dat zijn dan 3 servefouten na elkaar. Dat je in deze fase nog eens kijken. Nee, dat is al een stuk verder. Ik dacht dat je hier ook een fout kon fluiten voor de bal die gespeeld werd en niet geblokkeerd werd over het net van wegen de Italianen dan. Ook vreemd dat de tweede scheidsrechter daarvoor fluit, maar vind ik tenminste hoor. Spanning komt een klein beetje terug bij 8-12. Dat dan wel. Papi is laat hem buiten. Opnieuw een 5 punten kloof. Als er nog mensen zijn die berichtjes willen sturen, www.eurosport.com. Linkerkant pagina onder Interactivity Club Eurosport aandrukken. Volgende pagina 5, de rubriek over volleybal onderaan. Send your message now. En dan maar intikken en verzenden, dan komt het tot bij ons. Voorsprong die weer vergroot voor de Joegoslaven. 8-14 nu. Vucevic. Ja, waarom gaan de Italianen nu? Ik dacht dat die bal duidelijk binnen was. Ja, misschien het. Misschien nu. Nee. Ja, dat is wel meer het probleem dat we hebben met de Tsjechische regie. Wordt niet allemaal even fraai in beeld gebracht. De man die aan de hoofdcamera zit, hoog in de tribune, die doet het nog behoorlijk. Hele sterke bal opnieuw van Andrea Geric. En een nieuwe time-out, want er komt niet echt verbetering in de situatie voor Italië. Opnieuw die 7 punten kloof bij 9-16. Tegen 16 bijna niet meer goed te maken in set 2, hoewel we hebben gezien dat het wel kan met wat de Russen tegen de Joegoslaven deden. Gisteren dan in die halve finale, maar dan ongeluk genoeg toch nog ook die derde set moesten prijsgeven. Het was meteen afgelopen. Maar het zou me verwonderen dat Joegoslavië dit in de finale zijnde nog uit handen geeft. Dan kunnen ze even goed de titel verliezen. Proberen zichzelf een beetje op te pompen, op te peppen. Ja. En ondertussen. De Joegoslavië, die gaan maar gewoon door. Hè. Het is heel geconcentreerd wat ze doen. De laatste jaren hebben ze natuurlijk ook geleerd om finales te spelen. En te winnen. Dus ik vind dat ze het ontzettend knap doen. Ze zetten de Italianen steeds onder druk. En die lopen daarom ook steeds achter de feiten aan. Die kunnen er... Ja, geen antwoord hebben ze daarop. Ze hebben niet een goede paas. Passing ligt slecht. Te weinig druk met de serve. Joegoslaven inderdaad goed bezig. En in veel sporten natuurlijk. En het is zo dat op 1 week tijd Joegoslavië zijn 2e Europese titel kan pakken. Want vorige zondag ook in het Europees kampioenschap basketbal. In Turkije tegen het gastland dat verrassend de finale haalde. Maar daar Joegoslavië dus ook Europees kampioen basketbal geworden. En ze lijken nu eigenlijk toch op weg om dat in het volleybal te gaan herhalen.
Milkovic. Nog steeds 7 punten verschil bij 11-18. Ook de inbreng van Zlatanov zet geen zoden aan de dijk bij de Italianen. Dit soort ballen was Peter Blondier ook altijd goed in. Doortikballen, het is eigenlijk een aanvaller meer, hè? Als je voorspeler bent, als spelverdeler. Je kan hem eigenlijk niet laten gaan, want je ziet maar weer, hij scoort hem even goed als een aanvaller. Evenveel dreiging als een aanvaller. Opnieuw dat driemansblok alweer en dat balletje valt dan net goed. En ze zit al aan de 20 nu, dus Italië. Vergeet het jongens wat set 2 betreft. En als je dan zo dadelijk 2-0 achterkomt, dan zou het al zwaar fout moeten gaan lopen voor de Joegoslaven dat de Italianen het toch nog halen. Ze zullen in elk geval een heel ander gezicht moeten tonen straks. Is het nu Jan Postuma blijven vechten of kan je gewoon beter deze set vergeten en dan zeggen we zetten nu alles op de volgende set? Ja, misschien dat de coach gewoon wat wissels doet in de zin van ik haal de jongens eruit die ik straks nodig heb. Die moeten straks vers zijn. Maar het is natuurlijk een hele grote opdracht om weer met dit team weer terug in de wedstrijd te komen. Kijk, er komen al wat meer wissels. En eigenlijk kan je in zo'n set ook zeggen van ik moet kosten wat kost proberen om weer in het ritme van de wedstrijd te komen. Dus eigenlijk weer surfdruk te zetten, weer dingen te doen waar ik goed in ben. En je moet je ritme weer terugpakken en dat hebben ze totaal niet inderdaad op dit moment. Dus ja, daar moet je wel naar zoeken en door op de bank te gaan zitten kan je de kopjes even vrijmaken. Kan helpen, maar het moet toch altijd weer in het veld gebeuren en kijk, er komen er nog meer wissels aan. Ja, Giambini, Cassoli, Tencati in het veld. Prachtige schijnbeweging trouwens daarnet gezien van Ivan Milkovic. Dreigen met de smash en dan netjes overgetikt. Vee, nogthans lang genoeg, omdat ze 2,04 meter kwam, centimeters tekort. Knap werk van Leandino Giambini. Een wat jongere Italiaanse ploeg nu op het terrein. Ja. Slot dan op 25, Tencati 22, Giambini en Cassoli 26. Deze Vermiglio ook 25. Want de normale basis zelfs zestal zijn allemaal tussen de 26 en de 33. En inderdaad jongens als Bernardi, Sartoretti en Bovolenta worden nu gespaard voor de volgende set. Even in de problemen, maar Giambini kan het toch nog afwerken. En met het B-elftal komen ze zowaar een klein beetje dichterbij. We gaan er korte momenten mee maken, zegt Vucevic. Het duurt hier te lang. Ja.
Bal viel niet goed volgens de lijnrechters. Voor ons moeilijk te zien van hieruit. En we krijgen in deze tweede set een eerste setbal voor Joegoslavië met Andrija Geric aan de serve. En ofwel slaat hij meestal een heel gevaarlijke bal, maar ook heel vaak eindigen ze in het net. Setbal 2. Zo makkelijk gaat dat dan, 25-18. En Joegoslavië in deze finale, 25-21, 25-18, een 2-0 voorsprong. 19 minuten amper geduurd deze set. U weet wat er gebeurt op het einde van de set. Dan gaan wij er heel even tussenuit voor enkele boodschappen. En we zijn meteen bij u terug voor de derde en misschien wel laatste set. Tot zo. Wie de Europees kampioen 2001 gaat worden. Drago Sirkovic, ik weet niet of hij in België of in Nederland woont, maar die weet het wel zeker. Joegoslavië is altijd al goed geweest, maar dit keer zijn we gewoon overweldigend. Joegoslavië kampioen. Ja, we zullen zien, Drago. Kwamen even geen berichtjes mee door, maar nu zijn er plots weer heel wat. Bram van de Poel bijvoorbeeld. Hoi, hier een van de misschien weinige Belgische kijkers wegens betaling. Nu langzamerhand komt de Eurosport weer overal op de kabel, dus dat is wel goed nieuws, Bram. Ik vind het fantastisch, zegt hij, dat er zo'n topvolleybal wordt uitgezonden op tv. Ik zou willen vragen of jullie weten wat de Belgen hebben gedaan op het Europees kampioenschap. Ja, Bram, de Belgen die hebben geprobeerd natuurlijk om op het Europees kampioenschap te geraken. Maar in de kwalificatiepoelenwedstrijden hebben ze het niet gehaald. Ze waren ingedeeld bij Israël, Bulgarije en Polen. Eerste deel van het toernooi werd gespeeld in Polen. Tussen 21 en 23 mei van dit jaar. België verloor van Bulgarije met 3-1. Verloren van gastland Polen met maar liefst 3-0. En haalden we dan met heel veel moeite van Israël met 3-2. Dan was er heel wat goed te maken in Bulgarije. België verloor daar van het gastland na een spannende wedstrijd weliswaar met 2-3. Van Polen werd een tweede keer verloren met 3-1. En ook van Israël werd opnieuw verloren met 2-3. Dus Polen en Bulgarije die hadden samen, of allebei liever, 11 punten. En die waren hier wel vertegenwoordigd op dit EK. België en Israël eindigden allebei met 7 puntjes en bleven helaas thuis. Nick van Leijzen, die zegt: Jan, dit is een stuk beter commentaar dan het staccato van onze vriend van Peperstraat. Was Jan Stekelenburg nog maar actief. Alweer een compliment voor Jan Postuma. Ga zo door. Wie is trouwens O van der Meulen? Ik dacht dat hij aan de sushi zat. Nou, die zit niet meer aan de sushi hoor. Die is weer op Hollandse bodem aan het spelen. En wel bij Almere. Maar het is diezelfde O van der Meulen die aan de sushi zat. Ja. We hebben nog iemand die een berichtje heeft gestuurd onder het pseudoniem K. Erik. Ik heb geen idee voor wat Erik, de K staat. Erik K. Erik Klein. Aan de vraag te... Hoe hoog, Jan, of hoe belangrijk liever is lengte als je op hoog niveau wil spelen? Ja, hoe langer je bent, hoe hoger natuurlijk. Hè? Ja, nou, ik heb het ook al eens eerder gezegd. De lengte is natuurlijk heel belangrijk. Je moet er wel mee om kunnen gaan. Dat is, het is niet zo dat iemand van 2-10 altijd een goede volleyballer is of een goede basketballer. Je moet het wel kunnen gebruiken. Het is heel belangrijk op het moment dat je in stand je handen streek boven het net kunt krijgen. Dan heb je al een groot gedeelte van het blok wat je eigenlijk... nodig hebt, daarbij nog een klein sprongetje, dan blok je eigenlijk het leeuwendeel van de ballen wel af, als je ze goed zet, als je ze goed kunt zetten. Het is heel belangrijk
lengte. Op het moment dat je 1,80 meter bent en je probeert dan met je handen boven het net te komen, dan moet je behoorlijk springen. En dat is niet meer een hupje. Wat bij lange mensen een hupje is, is dan bij kleine mensen springen. Dus het neemt meer tijd. Het zijn allemaal tienden van seconden. Maar het neemt sowieso meer tijd. Dus de tegenstander heeft ook meer tijd. En het is niet zo dat kleinere spelers minder volleyballen. Absoluut niet. Alleen op hoog niveau wordt heel veel op snelheid bepaald. En daardoor is lengte heel prettig en handig op dit niveau. Italianen die Joegoslavië niet, zoals dat net bij het begin van de tweede set, onmiddellijk laten weglopen, blijven er goed bij. Er net een moeilijke bal voor Firmino. Nu loopt het beter af. En Italië zelfs even aan de leiding bij 6-5. André de Rijke, vermoedelijk uit België, zegt dat heel leuk is dat Reineke weer eens een zender is die volleybal uitzendt. Zijn vraag gaat, ja, dat hebben we toch al een beetje te veel behandeld, van vinden jullie het rallypoint systeem beter dan het oude systeem, maar dat vraagt hij niet. We kunnen er nog wel even op ingaan, want hij zegt, waarom is er gekozen voor het rallypoint systeem? Ja, dat heeft te maken met de commercie ook weer. De heer Ruben Acosta is de baas, zeg maar, van de volleyballers. En die heeft getracht om hier een mooiere televisiesport van te maken. Dat is hem ook voor een heel groot gedeelte gelukt natuurlijk. Maar daarbij had hij wel een beetje de zekerheid nodig van hoe lang duurt zo'n volleybalwedstrijd. In het verleden was het soms een uur en soms 3 uur. En met het rallypoint systeem is het iets overzichtelijker voor een uitzending, zeg maar, hoeveel tijd het ongeveer in beslag gaat nemen. En ik geloof dat dat een beetje het basisprincipe is geweest van dit rallypoint systeem. Iets bijzonders? Positief. Gewoon proberen inderdaad de boel bij me te houden. Probeer dit door te zetten. En het is me opgevallen inderdaad dat er Sartoretti en Bernardi zitten nu aan de kant. En ook de spelverdeler, de jongere spelverdeler, die is begonnen, die er later weer uit is gegaan, die is weer terug. Dus het is met die jongen Slatanov en met de Giombini in de diagonaal, is het toch weer een ander team. De Italianen blijven bij, moeten opletten dat het niet weer naar 3-4 punten gaat. Dan gaat dezelfde moed wel eens in de schoenen kunnen zakken als het weer op die manier gebeurt. We blijven voorlopig maar even doorgaan met de vraagjes, want als het een 3-setter wordt, dan krijgen we niet meer de kans om nadien nog zaken te beantwoorden. En misschien komen er nog wel nieuwe berichtjes binnen. Als u dingen zou sturen en de wedstrijd is afgelopen, ja, sorry dan. Maar dan zijn de berichtjes te laat binnengekomen. Dan moet u het de volgende keer maar opnieuw proberen. We gaan naar Anton Rademaker. Die zegt, hoi ten eerste, goed dat jullie zoveel aandacht aan het EK besteden. Hij is bezig met een nieuwe website van de vereniging www.flashveendam.nl. Dus www.flashveendam.nl. Ze hopen voor de start van de nieuwe competitie de nieuwe site erop te hebben. En ze hebben al aardig wat teams, standen, uitslagen, wedstrijden, rosterboek, forum, links, downloads, programmaboekjes en de verenigingsblad. Toernooiinformatie, informatie over de club, een bollen agenda, heel veel foto's en natuurlijk het laatste nieuws. Vinden jullie dat er nog wat mist? Groeten van Anton Rademaker. Ja, ik vind dat jullie behoorlijk wat hebben, Anton. Er kan bijna niets meer bij. Het is natuurlijk ook te zien in welke versie jullie werken. Jullie zullen wel Flash hebben waarschijnlijk en geen HTML, gezien de naam van de vereniging. Kan je natuurlijk misschien nog een paar leuke dingen doen, zoals de videobeelden van de belangrijkste punten uit de afgelopen partij. Die kan je ook nog op de website plaatsen, dat de mensen nog eens kunnen zien. Een mooie rally,
of een schitterende spike of wat dan ook, dat je die kan downloaden en nog eens kijken naar 1, 2 of 3 belangrijke momenten uit jullie voorbije wedstrijd. Dat kan je misschien nog toevoegen, maar voor de rest zou ik niet echt weten. Het is allemaal te zien hoe uitgebreid je dat wil maken. Sommige websites vind je inderdaad veel links. En dan is het ook niet echt nodig om nationaal of internationaal op jullie eigen website om die vol te stouwen met misschien te veel aan informatie. Als je de goede links weet te plaatsen, als jullie bijvoorbeeld deze keer http://volleybal.aki.cz hadden opgezet, hadden jullie een link naar de officiële website van het Europees Kampioenschap. Een link naar de Italiaanse volleybalfederatie zou ook niet slecht zijn, want dat is een hele goede site waarin je ook internationaal, niet enkel over Italië, maar ook internationaal heel veel nuttige informatie terugvindt. Ik zal die ook even geven, dat is www.federvolley.it. Dus ik hoop, Anton de Rademaker, dat je daar wat aan hebt gehad. Drago Sirkovic zegt nog eens een keer, ik kom gewoon uit Nederland hoor. Nogmaals, Joegoslavië speelt fantastisch. 2 titels in 1 week, wie kan dat nou? Ook Nick van der Leijzen komt nog een keer terug. Jan, volgens mij was het antwoord op de vraag over staffels en kruisjes niet helemaal compleet. Jugo's gebruiken dit nog steeds, evenals Oranje tijdens Atlanta. Maar nu achter de 3 meter. De pipe. Overigens Donitas Forever. Wat dat ook mag betekenen. Donitas. Donitas. Dat is een leuke club dan. Groningen. Ja, dat is leuk. Gezellig. Nee, maar goed. Combinaties natuurlijk. In het verleden werden combinaties gebruikt om een blokkering uit te spelen. En dat lukt natuurlijk. En daarna is de blokkering zich daar weer op aan gaan passen. En daarna heb je weer een andere ontwikkeling. Dus dan wordt de snelheid op de buitenkant gebruikt. En nu wordt inderdaad, we hebben het er deze week ook al eerder over gehad. De back row, de achterspelers worden in de aanval gebruikt. In feite is het zo dat een spelverdeler over 5 aanvallers kan beschikken. Waarbij hij zelf als voorspeler nog een keer de 6e is. Dus eigenlijk is het zo dat op het moment dat een paas goed is, en dan wordt het allemaal wat technisch natuurlijk, maar in ieder geval dat is wel de opzet, dat kan ook heel simpel. Als de paas goed is, dan moet een spelverdeler 6 mogelijkheden hebben om de bal te spelen. Hij moet hem door kunnen tikken en hij moet hem naar 5 andere spelers kunnen spelen. Die moeten zich allemaal kunnen aanbieden. En op dat moment maken spelers zelf vaak een combinatie. Dus op het moment dat een paser op de midden-achter is, en dan biedt hij zich daarna op het midden aan. Dus in die zin is dat allemaal open. Inmiddels kijken de Italianen dan toch weer tegen een 4-puntenkloof aan bij 12-16. En ja, nu mogen er niet te veel foutjes meer komen natuurlijk, of het is afgelopen zo meteen. Ja, in de time-out zo net heeft Anastasi, de Italiaanse coach, ook gezegd van jongens, we zitten erbij, er markeert bijna niks aan. We zijn er bijna bij, we hebben nog een klein beetje nodig en dan zitten we erin. Dus, en dat is ook zo. Ik bedoel, ze staan iets beter te spelen dan de afgelopen 2 sets. Maar ze zijn er nog niet. Het is nog niet genoeg om van de Joegoslaven te winnen. Want die zijn gewoon goed bezig. We gaan naar het einde van de set toe. Stilaan dus ons laatste vraagje dat we voorlopig hebben binnengekregen van Marcel Quétin. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
Bedankt Eurosport voor de prachtige uitzendingen. Eindelijk nog meer volleybal als het kan. Dus ook van Marcel Quétin de vraag van waarom zenden we geen Italiaanse competitie uit op Real Life of zelfs een later uur. Dat maakt hem niet uit als hij maar volleybal kan zien. We zullen het doorgeven, Marcel, aan de verantwoordelijken. En ja, vraag aan zoveel mogelijk mensen om te kijken. Hoe meer kijkcijfers, hoe meer kans dat er meer volleybal is op Eurosport. Proficiat met jullie uitzendingen en doe zo voort. Groeten van de familie Quétin vanuit Heus de Zolder. En natuurlijk zijn zij Nolico Mazaik fans. Bedankt voor het berichtje, Marcel, en te groeten aan de hele familie daar. We geven voorlopig het systeem. Gaan we niet meer over herhalingen vallen om ons berichtjes te sturen, want als dit een 3-0 wordt, dan hebben we toch geen tijd meer om erop te antwoorden. Komt er nog een set bij, dan leg ik het straks nog wel even uit voor de mensen die nu pas inschakelen en die graag ook een berichtje willen sturen. Italianen komen terug tot op 2 punten. Misschien wordt het toch nog spannend en kunnen we nog minstens van 1 extra set genieten. Het is Zoran Gajic nu die zijn mannen aan de kant heeft geroepen. Zag er misschien een beetje te gemakkelijk uit. Slušaj, idealan prijem, pozicija 3, penal 4. Het is wel een beetje raar zicht, want die Bogdan Sretenovic, de hulpcoach van de Joegoslaven, die trouwens een aantal jaren ouder is dan Zoran Gajic, vindt dat hij heel goed op de voetbalmanager van Newcastle lijkt, de onverbeterlijke Robson, die we in PSV ook nog hebben gekend. En Italië komt effectief terug. Goed blok, Alessandro Fei. En dat is natuurlijk de gouden hand van Ivan Milkovic. Goeie serve van Vucevic. Ja, het is die Joegoslaven die staan goed te spelen. Het is net even een dipje gehad, een time-outje gevraagd en dan meteen wordt het weer opgelost en dat is gewoon heel goed. Ze blijven onder druk staan, de Italianen. Beetje discussie bij de Italianen op de bank. Dat is niet erg. Kijk, de spelverdeler geeft hier de paas en de middenman de setup. En het was tijd genoeg om het anders om te doen. Het zijn van die kleine dingen die eigenlijk niet mogen gebeuren. Zeker niet op zo'n stand. Die ging buiten van Vucevic. Het blijft nu heel simpel hoor, het volleybal. De bal die moet gewoon op de vloer bij de tegenstander. En hoe je dat doet, dat maakt eigenlijk niet eens zoveel meer uit. Het heeft nu meer met beleving te maken. Opnieuw dat driemansblok, altijd weerstaans op de juiste plaats. En Italië had dit puntje nodig om langzij te blijven, of toch min of meer. En nu zitten de Joegoslaven alweer aan 20, de Italianen op 17. Geric.
Goed, blok was het wel opnieuw. Maar de Italianen kunnen wel meevallen dat het buiten de lijn eindigt, want er stond niemand meer. Milkovic via het blok. Van Milkovic, voor hem kan het een mooie verjaardagsweek worden. Receptie, maar bal gaat buiten. En ze zijn wel heel dicht bij die Europese titel nu. Voor één ding zou ik het alvast fijn vinden dat de Joegoslaven na Olympisch kampioen ook Europees kampioen worden. En dat is voor het feit dat Jan Postima dan zijn gelijk haalt en dat we hem in het vervolg nog naar zijn pronostieken en voorspellingen kunnen vragen. Moeilijk heb je gezegd, Jan, om in hetzelfde team meerdere keren herhaald, om in hetzelfde toernooi twee keer van dezelfde ploeg te winnen, maar het is nu toch aan het gebeuren. Ja, ja, absoluut. Het is, en de manier waarop. Ik vind het heel goed zoals die Joegoslaven hier staan te spelen. Ze zijn gewoon de betere ploeg. Ze zijn op dit moment zeker de betere ploeg. En Italië die is nog steeds aan het zoeken. En ja, dat is gewoon wat te laat. Veel te laat. Ja, de bal op het blok. En Joegoslavië is Europees kampioen. Was het Boskan die laatste bal? Zullen de herhaling zo meteen wel krijgen. Vorige zondag Europees kampioen basketbal geworden. En Joegoslavië wordt nu ook Europees kampioen volleybal. En ontroont dus titelverdediger Italië, de tegenstander in de finale trouwens. ...20-25 in de derde set. Ze hebben er maar een goed uur voor nodig gehad. En het is inderdaad Boskan die die laatste bal keihard tegen Giombini aanslaat. En de Joegoslaven kunnen gaan vieren. Van de voorbije 6 edities was Italië 3 keer Europees kampioen. Maar nu moeten ze het dus aan Joegoslavië laten. Jan Postima en Erik van Horik, danken u. We blijven blijkbaar toch nog heel even bij u. Terwijl ik heb begrepen, nee, het beeld is nu weer terug bij u thuis. Zo wordt ons gemeld. Dus Joegoslavië aan een mooie opmars bezig op alle vlakken. 97 de finale verloren van het EK van Nederland. Goed voor zilver toen. In 98 op het wereldkampioenschap in Japan, in Osaka, verloren ze ook de finale van Italië. 99 Europees kampioenschap in Wenen. Bronzen medaille er telkens dichtbij, maar dan Sydney 2000, Olympisch kampioen en nu ook weer Europees kampioen. En we moeten nu toch wel zeggen, op dit ogenblik zeker de beste volleybalploeg ter wereld, Joegoslavië.
even aan de regie een paar aanwijzingen gevraagd hoe lang wij nog bij u blijven. En hier zie je dan de stand. Goud, zilver en brons. Tsjechië heeft het dus net niet gehaald. Polen vijfde. Mooie plaats voor de Polen. De Bulgaren zullen ook wel niet ontevreden zijn. En dan nog twee landen waar zeker meer had ingezeten voor de Tsjechen. Voor het thuisland misschien ook wel. Maar Frankrijk en Nederland. Frankrijk, weet u nog, in die laatste poelenwedstrijd verloren ze of wonnen ze van Italië met 3-2. Maar dat was net één set te weinig om zelf naar die halve finales te kunnen gaan. En dan Nederland, ja, het moet pijn doen voor iemand als Jan Postuma ook, die zoveel mooie successen met Nederland heeft gehaald. Maar als we objectief zijn, moeten we zeggen, dit is een zware ontgoocheling. Het gaat niet goed met Nederland momenteel. Nee, het is gewoon jammer dat het, dat het op deze manier nu gespeeld is voor het Nederlands team. De voorbereidingen waren veelbelovend inderdaad. En aan de andere kant denk ik ook inderdaad dat ze hun doelstelling iets verder weggelegd hebben. En dat ze gewoon daar hun zinnen ook op hebben gezet. Het is gewoon jammer dat het op dit moment gewoon met een achtste plaats is afgelopen. Ook even meegeven voor de mensen die misschien het grootste deel hebben gemist van deze wedstrijd. Dat u morgen deze finale nog eens in zijn totaliteit kan terugzien vanaf 2:30 in onze rubriek Relive. Dus morgen maandag om 2:30 nog eens opnieuw de hele finale. Joegoslaven, we hadden het een beetje verwacht, maar we hadden ook verwacht, Jan Postuma, dat de Italianen hen het een heel stuk moeilijker zouden maken. Ja, absoluut inderdaad. Ze hebben wat dat betreft ook weinig tegenstand gehad. En dat is hun eigen kracht natuurlijk, dat je een ploeg steeds continu onder druk kan blijven houden. En Italië, daar hadden we allemaal wat meer van verwacht. Het is simpel zat. Uiteindelijk hebben ze ook, zijn ze ook niet met de basis geëindigd. Ze hebben van alles geprobeerd. Je speelt zo'n toernooi ook nooit met 6 man. Je hebt ze alle 12 nodig. En die 12 man die nu in het Italiaanse team zaten, die waren niet goed genoeg om dit Joegoslavië te doen verliezen. Nog eens terugkijken. Joegoslavië begon met een moeilijke wedstrijd. 2-3 verloren of liever gewonnen van Frankrijk. Maar men meldt ons dat wij afscheid nemen van u. Bedankt trouwe kijkers. Bedankt voor jullie vele reacties ook. Jan Postuma en Erik van Horik danken u voor deze week om bij ons te zijn en te blijven. En heel graag tot een volgende keer. Bedankt Jan. Graag gedaan. We'll be right back.